Yo, dames en heren, het is Boy Quinten. Welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Hier met Minecraft. Ja, ja. Jullie zien het goed. Ik speel Minecraft op de PlayStation. Oh, dat is mijn kaart. Ik ben in het rooster, dat is al een tijdje. Want ik moest nog van alles, aanpassen, maar hey, hier ben ik dan. En ik span hier ook direct naast een village en een cave. Dat te zien ook. Ah, wacht, wel of niet? Ja, kind of, want ik zie hier al iron. Oké, nice. Oké, ik ga even die village looten, eens kijken. Verkoopt potato. Ja, zeker potato, jongen. Hier, het zijn er gewoon maar vier. Oké, daar zie ik al wheat crops. Ik ga ook even harvesten. En ik wil in deze sessie nog van alles van redstone gaan maken en die shit. Want ik ben savago met redstone. Niet de beste redstone dingen dopen. Iets is beter dan niets, anders moet er altijd. Waar de fuck is het poortje niet van? Moet ik via dit uit? Ik heb te veel Call of Duty gespeeld. Ik druk nog te veel op L3. Ik wil al die hooi bouwen. Merci. Merci. Dank u wel. Er gaat lekker voedsel zijn voor mij allemaal. En eten voor mijn toekomstige dieren. Oké, dus eerst. First Minecraft rule is chop down a tree. Maar ja, het is nu goed voor domme s'nachts. Dus stik in je huig. Ik ga niet naar een boom zoeken. Is hier een bed? Ik heb wel een kist. Oeh! Maar dat zie ik graag. Even 6 emeralds. Ja. Oké, ik moet even een bed vinden. Dan skip ik de nacht even. Aha, bed. Hij ligt er alleen. Ja, wacht. Ja, meneer, ik ga even uw shit stelen. Hè. Ja, fijn, niet om. Potatoes, appels en een boek. Ja, vriend, komt er eens even uit. Ja, dat wordt nu beter terug, hè. Voilà, kijk. Ja, wanneer? Ik heb nu bed geslapen vannacht. Het is een lekker bed. Dus ik even kijken. Dit is nog een ding. Hier zit nog potatoes en broodjes in. Oké, één bed neem ik wel mee, want ik heb geen zin om zelf een bed te maken. Ik kan toch misschien wel zeggen dat ik lui ben, maar fuck you. Hij verkoopt, ja, ik is een fucking duur, maat. Hij heeft een blast voor ons, toch? Ja. Oké. Ik zie hier nog hay bales. Neem ik even lekker mee. Het is allemaal voor mij nu. En ik moet zeggen, dit is geen verkeerd begin. Ja, stik die. Ik wil dan niet. Wacht, bij PC als je. Oh nee. Nee, als je dan crouch doet en. Ja, kut. Critical hits. Oh. Ik kom even hier op flakkeren. Critical hits. Hopla, ik heb gewoon een creeper gefist, jongen. Oké, ik ga even verder rondkijken naar. Oké, ik kan even al die shit mijn inventory in, dankjewel. Nee, mijn offhand. Ik wil gewoon even die village looten, mag ik? Ja, dank u. Hier is gewoon een big bed. Eens kijken, wat is er hier? Oeh. Ja, die wil ik wel niet
Oké. Okay. Ik wil dat ding niet stelen. Oké, verkoopt jij, vriend. Emerald voor redstone, ja, dikke moeder. Oké, dat is hier een farmer. Je wilt wiet voor emerald hebben. Ja, jij bent gewoon mijn vriendje, jongen. Hier, voilà. Ik twijfel er even nog een beetje meer om. Ik heb 25. Nou, volgens mij. Ik wil echt wel in de buurt van de village blijven, want als ik deze farmer kan blijven levelen, gaat hij uiteindelijk golden carrots verkopen. En dat is echt gewoon een van de beste food dingen wat verkoopt je. Carrots en emerald voor brood. Want als ik die goed kan blijven levelen, hier ben ik ook geweest precies, denk ik. Ah, niet eens. Dan verkoopt die golden carrots en dat is een van de beste voedingsdingen. Oké, dat is niet waar, vlees, maar dat is gewoon golden carrots en gewoon the place to be, you know. Dat is gewoon, what the hell you need. Is dit geen, is toch een ding, zo'n kist. Oh, check it out, those emeralds. Yo, ik ben echt gewoon rich. En nog een broodje. Eten heb ik in ieder geval voor nu niet tekort. Ik zie hier nog hay bales. Dit is het town center. Dat is dan een bel. Oké, vriendje, je bent een stonemason, toch? Ja. Is er iets eigenlijk wat een stonecutter? Nee, oké. Dat is een paard. Nog een klerk. Ah! Critical hits. Auw. Er een golem, help! Beter. What the fuck hier. Oké, ja, die was dus dood. Hoe de fuck is er zo'n zombie ingekomen? Nee, hoe de freak is er een zombie ingekomen? Kindvriendelijkheid, hè? Huh? Is er geen water in de buurt waar ik kan inspringen? Lijkt er niet op. Ik ga gewoon met de laderie. Ja meneer, ik heb jou gesaved. Die verkoopt je. Nou, die verkopen al hetzelfde. Allee, aan de kant. Maar hoe, ik wil naar buiten. Kijk niet zo, ik wil naar buiten. Mijn piemelneus, jongen. Gadverdamme. Ja, die kan niet treden, want dat is een baby. Maar hoe is een baby als je het mij vraagt? Wil ik hem twee bellen? Ik dacht het wel. Wacht, deze hier één. Bij de fontein zit er toch ook nog één? Of ben ik zot? Ja, kijk, die hebben twee towncenters. Oké, maar dat moet mijn. Ik heb daar een taiga forest. Oké, die man, maar dat is echt kapot raar. Altijd als ik spawn, ben ik altijd in de buurt van een taiga forest. Altijd. Dat is echt kapot raar, maar ik moet zeggen, dit is een hele mooie plek. Er is ook zand voor ramen. Daar is ik een beurtjebos. Daar is een oakbos, een taigabos. Ik moest er alleen een junglebos zijn en dan was ik compleet. Maar dat zal helaas nog niet voor nu zijn, denk ik. Wij gaan een boom omhakken. Voor de mensen die het afvragen, dit is geen seed gepakt van het internet. Het is gewoon een random generated world. Ik heb echt gewoon geluk met de village. En ik heb nu al, kijk, 13 emeralds, dus dat is heel veel. Oké, laten we daar sowieso. Oké, doe even het boekje uit. Oké, crafting table. Nee, dat is niet wat ik wou. Oh, dat zijn er te veel. Dan hard. Moet je een pickaxe. Dan moet ik even naar de cave hier bij de villagers.
Zo stom dat er geen armors, smid of geen blacksmith in zit. Ja, niet deze, want dat gaat echt kankerdiep, maar dat was hier in het midden van de village, er is een gat. Ja, hier. Een kool ook al zelfs. Kijk wat er zo, ik word zo van haat. Meteen even een stone pickaxe maken hoor. Zo. Van dat ding spreken we nooit meer. Steen hakken niet. Ik wil sowieso een stack, want dan kan ik tools maken en een furnace. I've been having dreams. Ah, iron. Nice. Oh, oké. Het is echt wel chill dat ik nu meteen al iron heb. Ah, dat kan echt niet ver zijn. Kut. Oh ja, ik kan alleen een bucket kunnen maken. In principe heb ik die shares niet nodig, maar ja. Ik vind nog wel iron. Ik zou ook nog kool meenemen. Ik zie wel echt niks, wacht even hoor. Ik vind het zo kut dat je bij Bedrock je torches in je offhand kunt zetten. Ik vind het nog steeds zo kut. Ik heb net even een torch. Even mijn standaard loadout weer doen hoor. Dus even lekker kop. Dat was ik bijna gesuffocated. Niet doen. Oké, give me all this nice juicy coal. En moet ik nog even wat cobblestone. Volgens mij meer dan een stuk. Heel goed. Oké, nog steeds te gewend aan Call of Duty. Ik plaats mijn bed even. Ik heb geen zin om s'nachts shit te doen. Oké, torch. Oké. Het is zo verleidelijk om die kool te pakken, maar echt, wow, joh. Oké. Boom is ook bijna weg, dus goed. Ga zwemmen, kip. Ga zwemmen. Oké, ik ga even een plek zoeken voor mijn huis. Wel dicht bij de village.
Maar ook weer niet te ver van de village, you know. Ik moet me eigenlijk afvragen of er boven de berg nog iets is. Is er hier boven op de berg nog een huisje? Nee, niet meer. Wow. Dat is een omvergevallen boom. Nee, oké, maar dat is geen probleem. Dan ga ik... Ik bouw mijn huis sowieso op die vlakte nog. Ja, sowieso. Oké, dan wil ik brood. Oké, dan ga ik denk ik mijn huis hier ergens bouwen, zeker. Ja, oké, dan crafting. Ik heb die daar laten staan. Ik ben echt een mogol. Echt een mogol, jong. Oké, ik vind dit een mooie plek. Dan bouw ik mijn ding. Sticks. Oké. Eerst een zwaard. Zwaard, hop. Nog een pickaxe, want die van mij is bijna stuk. Nou, dat kan hier nu. Is nog een pickaxe. En nog een shovel ook. En dan moet ik nog een hoe hebben. En een shovel. Spikkex hier. Die daar. Shovel daar. Mijn bed komt naast de crafting. Ik wil dit sowieso even weer normaal. Ruk die dingen dicht. Oh wauw, die is hier verdronken of wat? Ik ben geen moordenaar. Dat was de bedoeling. Ik ben geen moordenaar. Allee. Lekker bezig, Quinten. Call of Duty. De rest laat ik maar voor wat dat is. Ik vind het al goed genoeg. En 3. Oké. We hebben een mooie furnace. En dan begin je nog hout voor een kist. Even hout verzamelen. Oké, zoals je kan zien heb ik best wel wat hout verzameld. Een stuk en een kwart ongeveer. Dus. Ja, een stuk en een kwart. Dus dat is niet verkeerd, hè. Maar we moeten nog gaan beginnen met een farm te bouwen, want mijn brood is nu op. En ik heb best nog veel wiet, maar ik moet dat ook gaan verkopen met die villager, zodat ik emeralds kan krijgen, mensen. Emeralds. Oh, ja, tot zover mijn voedsel. Crafting table.
Geef me brood. Oké, ik doe hier mijn kool in en dan iron. Dan ga ik naar hier, maak ik van dit planks, kan ik daarvan kisten maken. Ja, zo naar hier, zo. Chest. 1, 2, 3, 4. Nee, ik doe het nu verkeerd. Ik ga maar deze dingen doen. En dan kisten ertussen. Ja, dat lijkt me wel mooi. Zo. Ja, dan moet ik het hier weer omdoen. Oké, dan moet ik hier weer twee kisten. Dan doe ik het hier weer. Het is niet de uitlijn van mijn huis hoor. Nee, daar komt nog een muur achter. Maar het is wel mooi slaap. Ik zeg een zombie naar me toe komen. Oef. Stop. Er zit een fucking skeleton op een spin. Stop. Spin, kom hier. Die dropt weer geen buskruid, dat is echt raar. Maar oké, ik heb mijn iron is gesmolten, kan ik daar een bucket van maken. En dan denk ik dat we toch al zo goed als ver zijn voor de eerste aflevering. Dus ik ga nog alles weer een beetje sorteren. Hout hier. Waardevolle stuf. Voor nu zal ik stenen nog doen. Die wil ik wel even sorteren. Zo. Dan planten hier. Die en die. Ik moet voedsel en zooi nog hebben. Voedsel en zooi. Ik heb nog wat kisten maken, dat zijn 4 kisten in totaal nog, dus dat is 8 voor 1, dat is 64 hout, dat is, ja, ik zie wel. Waar de fuck heb ik dit nu niet gepakt? Godverdomme, ik echt, ik vergeet het altijd te pakken, dat is zo fucking stoem, jongen. 16 is 1, dat is 2. Dat zijn er al 4. Ook nog eens 32 hebben. Nee, ik doe het godverdomme verkeerd, die moet daar. Het is echt niet makkelijk om met de controller te doen hoor. Nog 4 kisten over, die kan ik in de houtkist doen. Hetzelfde met de planks. Dus doe ik hier voedsel in. En hier zooi. Zo, zoals gesorteerd in mijn inventory. Ja mensen, dan gaat het hem zijn voor deze keer. Ik heb mijn fucking kaart in mijn offhand, doe niet. Dan gaat dit de video zijn voor deze keer. Als jullie het leuk vonden, laat een duimpje achter hier beneden. En dan zie ik jullie volgende keer. Ciao.